Potverdomme, potverdikkie, mensenkinderen. Dat zijn allemaal woorden die volgens kankerfysieke taal beter kunnen worden gebruikt dan woorden als... of... Wat vindt u van mensen die het woord kanker als scheldwoord gebruiken? Ik denk dat ze geen andere woorden hebben. Respectloos. Er zijn genoeg mensen die overlijden aan kanker. Klinkt leuk. Dat is de enige reden die ik zou kunnen bedenken. Nou, daar heb ik helemaal geen woorden voor. Dat vind ik vreselijk. Gebruikt u zelf wel eens scheldwoorden? Heel erg vaak. Af en toe. Als iets niet mee zit of ik erg me aan iets, dan doe ik het wel eens. Ja. En waarmee dan? Gewoon koude en zo. Voor alles, tering, tyfus, klootzak, mogol. Gewoon met fuck you, koude en al die woorden. En zijn er alternatieve woorden waarvan je denkt, goh, die zijn beter eigenlijk en die zijn niet kwetsend voor iemand? Ja, als je zegt knakhorst. Duvel op of schei uit. Meer, ik zeg dan bijvoorbeeld kanus of iets. Ik kom niet verder dan pot voor drie dubbeltjes. Dat lijkt me het beste. En ja, als je dan toch een ander woord gebruikt, dan doe je letterlijk drie dubbeltjes in die pot.